Wow, dit geeft je al echt heupen die ik eigenlijk niet heb. Het is echt een soort van besloten bijeenkomst. Ben je fan van hem? Ik merk dat het een beetje zoals ik is, gewoon... Is hier een naakte jongen? Hij is zo fluffy. Yo! Beste goodiebag boy, ik ben zo blij. Dus zij zijn hier naartoe gekomen. Dit pakket is echt... Wowie. Nu kan ik het niet. En Maaike die eet hem op. Dit is typisch mijn nichtje die ik nu al 2 jaar niet heb gezien. Goedemorgen jongens. Wij gaan zo weg. Ik heb me klaargemaakt. En ik heb wel heel erg leuk. Ik heb het wel vaak over mijn eigen Instagram. In mijn vlogs. Maar dat komt omdat ik mijn Instagram gewoon echt leuk vind. En ik wil even wat laten zien. Ik heb nu een verhaal gemaakt. Dat heet dan Routines. Even kijken. En daar laat ik dan, want soms krijg ik vraag, hoe maak jij je koffie of zo? Even kijken. Wat, hoe maak je altijd je koffie? Nou, dan laat ik dat dus nu zien. En hier dat ik mijn oma haar ging fixen. En wat ik op mijn gezicht gebruik. Hier mijn hele haarroutine. Dit gebruik ik nu echt al heel lang, deze routine. Eerst dit. Dit. Dus dat is echt super chill. Dus dat is wel een tip. En ik heb mega veel zin om Action Shop nog op te nemen, maar ik red het niet. Want om 3 uur begint het concert, het is nu 12:30. We willen nog naar 3 graafjes en ik wil nog winkels kijken en... Het is trouwens zo slecht weer, dus ik weet nog niet wat ik aan moet. Dus ik kan dat nu niet doen. Misschien lukt het vanavond nog. Als ik me dan nog een beetje fris voel, het zal nog wel licht zijn. Dus wij gaan nu zo klaarmaken. En dan zie ik jullie zo. Ja, het is raar, ja. Waarom is het dan niet mooi? Moet er dan een lichte kleur bij? Maar Ine zat het ook aan en waarom vond ik het zo leuk? Het is echt heel lelijk. Het lijkt wel een schort. Het jurkje al laten zien. Volgens mij alleen gisteren op Instagram. Dit is wel leuk, maar ik vind het een beetje heftig of zo. Wow, dit geeft je al echt heupen die ik eigenlijk niet heb. Het is wel een mooi model. Ik weet niet, ik voel me hier een beetje heftig in. Het is wel leuk. Ik vraag wat Ruben vindt. Vind je van dit? Ook niet echt leuk? Ja, beter, maar niet leuk. Die pantenjurk vond jij namelijk heel leuk, dus... Niet doen ook? Niet doen? Oké, okay, bedankt voor je antwoord. Mannen. Voor mijn figuur vind ik het in ieder geval wel mooi. Maar, ja. Ik hou niet zo van die stof. Het is een beetje dikker of zo. Ik twijfel namelijk nog of ik hem wil houden. Als ik hem aandoen, moet ik hem houden. Deze. Ik denk dat ik deze jurk namelijk sowieso wil houden. Het andere stond wel mooier, hè? Het vorige jurkje. Maar in de spiegel vind ik dit wel heel leuk staan. Ik vind het leuk om jurkjes te dragen. Ik vind het jammer dat het geen maar weer meer is. Dus dan doe ik het gewoon zo. Vraag wat hij hiervan vindt. Niet? Minder leuk dan het vorige? Ja hoor. Hoezo? Ja, maar je vindt die print met de honden niet leuk. Maar de rest staat het mooi gewoon. Oh, irritant ben jij. Als je het niet mooi vindt, zeg je het namelijk ook. Zo moet je ook zeggen als je het wel mooi vindt. Als ik er niet uitzie, bedoel ik. Oké, okay, dan doe ik dit gewoon aan. We zitten bij de 3 graafjes. Ik heb geen taart, want dat vond ik te veel. Maar ik heb een black bottom, de chocola, een chocolate chip cookies en een, zo'n red velvet cheese frosting. Echt vet lekker. Die hoef ik niet ook nog wel. Deze tas is dus van de Action, jongens. Kijk hoe mooi het hier is. Heel mooi theater. Ik ben benieuwd. Zit hoor, jongens. Het is echt een soort van besloten bijeenkomst. Nou, wij hadden... Mijn album Momenten. En daar gaat deze avond ook een beetje over, deze middag eigenlijk. Ik zet door de dag en vertrouw met de lach. Niet leuke foto's, nee hè? Kan, weet ik niet. Het is mooi licht. Beetje. Die kort hier dan. Mm-hmm. Oh. Nou, mijn paas zit heel mooi. Het is echt zuidas. Haar stem is live nog beter dan op cd. Heel mooi. Dat staat eigenlijk, ja, het is wel vet goed. En het is ook heel leuk. Het maakt ook grappig. Het lijkt zoals ik iets ingestudeerd wat ze zegt, maar het zal wel. Het lijkt heel echt. Ben je fan van hem? Ik ben heel blij dat hij hier zegt. Ja. Bedankt. Ik wil geen doei zeggen. Thank you.
is afgelopen en nu ben ik echt nog veel enthousiaster dan bij het eerste deel. Want ik vind haar sowieso geweldig. Ze is, ik merk dat ze een beetje zoals ik is, gewoon, ja. Ze doet maar gewoon op gevoel. Echt gevoelsmens, had helemaal geen planning. Ze wist soms niet eens van, oh, welk liedje gaan we nu doen? En op het einde heeft ze dus al die bekende liedjes gedaan. En mensen wilden nog meer. Nou, ze is na de staande ovatie is ze nog veel langer doorgegaan met zingen. Volgens mij is ze meer dan een half uur uitgelopen. Misschien nog met iedereen op de foto. Echt zo lief. Echt een top 5. En Ruud zegt ook, dat echt een brok in mijn keel. Ze zingt zo prachtig. Dus dat is echt een top cadeau. Ik ben echt heel blij. En nu gaan we lopen, het regent, naar Kyoto om sushi te eten. Dus ik ben happy. En ik ben ook een beetje emotioneel, omdat het gewoon zulke mooie liedjes zijn. Ja, hoe doet het ons eigenlijk? Ja, omdat ik haar ging zien, werd ik even emo. Ja. Maar ik volg haar al, zeg maar, al zo lang, al sinds een van de eerste concerten. Met mijn moeder was ik daar. En op mijn eerste middelbare school heb ik achter de piano Heaven gezongen. En ik was het eerste kind dat ooit in de brugklas meedeed en zo. Dus dat was echt omdat ik fan van haar was. Dus dat is heel leuk. We zijn weer thuis, jongens. Wat een rot weer. Warm en regen en blah. Heel jammer. Op mijn verjaardag was het ook al slecht weer. Maar Do was echt fantastisch. Het was echt een hele beleving. Niet alleen genieten van haar stem, maar ook van hoe ze eruit ziet en hoe ze is als persoon. En Ruben vond het ook leuk en dat is echt een top cadeau. Echt, daarom merk je echt dat hij me goed kent. Dus ik ben hem heel erg dankbaar hiervoor. En ik ben nog meer fan van haar geworden, zeker. Ik ga lekker de hele avond haar liedjes luisteren. Het is pas 7 uur, dus dat is echt heel relaxed. Omdat het pas om 3 uur begon. Dus eigenlijk wil ik nu de extra shop nog opnemen, omdat het gewoon moet. Maar ik wil ook even met Ruben lekker afsluiten, dus ik ga even kijken. Ik zie jullie waarschijnlijk morgen. Ik vertel je nog wel. Kijk eens. Oh, er zit nog wat op. Dan nog meer geur af. Jongens, ik heb dit net bij de, ik heb de Action gekocht. En ik heb net even een Action shop nog opgenomen. Ik zei dat ik dit nog even zou laten zien. Lekker? Wat is er, Ruben? Ik heb een hele agressieve harige worm gevangen. Wat dan? Die moet dichterbij. Oké. Okay. Moet snel, hoor. Hij gaat wel heel snel weg. Dus okay. Kijk, komt ie. Kijk, hij is heel agressief. Oh. Kijk, hij is heel erg. Hij bijt je. Hij gaat je bijten. Grapje. Hallo. Wij zitten weer op onze plek. We hebben echt heel erg veel. Want we hadden gisteren zo weinig sushi gegeten. Gisteren waren we niet helemaal in de mood. Dus nu zitten we hier lekker. Het kleed zit 5 miljoen keer lekkerder. Kom alsjeblieft op het kleed zitten. Jawel, nu. Moet Ruben op het kleed zitten? Ja. Oké, okay. Kom maar, Ruben. Hallo jongens. Oh, het is veel mooier in de schaduw. Ik ging dus net aan Ruben vragen, kan je gewoon even 1 keer klikken? Nou, hij heeft 5 keer geklikt. Hier zo, ik vond dit wel leuk. Daar heb ik sushi gegeten. Volgens mij heb ik nu weer een foto. Het gaat echt steeds vet goed met foto's maken. Ik hoef echt maar heel weinig te klikken en het is wel leuk. En het is zo lekker dat de zon nu schijnt, want wat een verschil of je werkt in de winter of in de zomer. Nu heb ik een hele dag gewerkt en daarna leuke dingen gedaan en dan vergeet je gewoon helemaal dat je, eigenlijk helemaal niet. Nu voelt het even alsof je zeg maar vrij was vandaag, omdat je dus dit hebt gedaan. Dus dat is echt wel heel lekker. Weet je waar ik ook nog een foto mee wilde? Ik vind foto's maken gewoon oprecht zo leuk. Dit. Zo. Ah! Ruben deed net. Ken je dat filmpje van Maan? Hij deed dat ik ging blazen, dus dit duwde hij iets van mijn mond. Echt vet vervelend. Doei. This is my boyfriend. Ruben! Hou op! Nou jongens, ik heb het masker van Bobby Brown op. Oeh. Loopt hier een naakte jongen? Als we gaan slapen, dan doen we sowieso de gordijnen dicht, dus ik laat ze even dicht. Zo ziet hij eruit. En ja, dit is even niet mijn scherpe lens. Instant Detox Hawaiian Seawater en White Clay Mask. En hij voelt zo goed. Ik moest op damp skin, dus ik heb een beetje na het douchen mijn gezicht een beetje vochtig gehouden. 2-5 minuten, is best wel kort. 1 keer per week of vaker. Ik vind het er altijd zo cool uit. Ja, hij voelt echt een beetje als die Glam Glow maskers. En die van mij was op, dus ik ben heel blij dat ik nu zo'n vervanger heb. Ik ben benieuwd hoe het straks voelt als ik het eraf spoel. Dit masker als een diepe reiniging voor de huid is geformuleerd met Hawaiiaans zeewater en witte klei om onzuiverheden, vuil en overbodige olie te verwijderen, terwijl de natuurlijke vochtniveaus van de huid behouden blijven. De huid ziet er onmiddellijk gezonder, helderder en verfijnder uit.
Ik vind Bobbi Brown's nu toch geweldig. Dus ik ga ze afspoelen en dan laat ik even weten wat ik ervan vind. Oké, ik schrik echt van hoe ik mijn hoek eruit zie. Moet je kijken. Mijn hele hoek gaat naar bed. Wauw. Ik wou zeggen, mijn huid voelde echt heel schoon, maar heel droog. En daarvoor heb ik trouwens make-up verwijderd met deze Bobbi Brown. Het is echt een heel chill, een soort van olie. En als je water bedoelt, wordt het een soort wit, dun laagje. En dan is het ook meteen niet meer vet. Dus dat is heel fijn. En deze is dus echt mega duur. Dus ik vind het heel leuk dat ik dat heb. Wat het doet, kan ik nog niet echt precies zeggen. Dat ik denk van, wauw, merk iets. Maar ik gebruik het nu 3 dagen of zo. Behalve dat het echt een laag aanbrengt. Zoals ik dit aanbreng, voel ik daarna echt nog een uur later dat het erop zit. En het ruikt echt heel lekker voor 's avonds. Een beetje lavendelachtig of zo. Ja, het voelt gewoon heel lekker op deze producten. Maar het is wel echt prijzig. Dus het is maar, ja, als ik nu mijn gezicht voel, voel ik echt heel lekker. Ik ben natuurlijk super blij dat ik dit gewoon mag ontvangen. Maar kan je nu nog niet zeggen van, oh, dit doet nu echt iets voor mijn huid. Dat heb ik bijvoorbeeld wel met die mascara. Maar ik ben het nog aan het testen natuurlijk. Ik moet ook zeggen dat ik het altijd lastig vind om dat te zeggen over deze producten. Dit vind ik wel echt onwijs chill. Omdat het dus vet is, waardoor het goed verwijderd en daarna het niet meer vet is. Deze wallen gaan slapen. Ik wou net naar mijn huis gaan, krijg ik een appje van Ruben. Kom even naar huis, je moet rijden. Maar dan zitten ze nu bij mij bij mij. Heb je de voorraadkast opengemaakt? Nee. Dit is gewoon, hij zit op mijn dood. Hij zit in de handdoekenla. Nee, daar hebben we wel vaker muizen gehad. Maar kijk, hij is inderdaad heel schattig. Ik ben altijd bang voor muizen, maar hij is heel lief. Oh, nou nu moet ik rijden en dan gaan we naar een bos brengen of zo. Waarheen? Sportveld. We gaan de muizen gewoon laten op deze prachtige dag. Nou, als hij nu los zou lopen, zou ik keihard gillen. Maar omdat hij in het bakje zit, vind ik het niet zo heel eng. Maar hij is wel echt extreem lief, want hij ging eerst tegen de deksel aanspringen. En nu is hij heel chill en nu zit hij zich lekker te wassen. Hij is zo fluffy. Niet normaal. Hi. Een huismuis. De meeste mensen zouden jou vermoorden. Dankzij Ruben gaan we hier redden. Ruben is een goede jongen. Hoe heet hij? Willem. Willem. Ga maar Willem. Ga maar Willem. Oh. Wow, hij is blij. Dat bakje kunnen we niet meer gebruiken. Hier. Dat is mijn lievelingsbakje. Ik zie hem niet meer. Hij is verdwenen. Vader, als je het boven 70 graden doet, dan is het wel goed. Zijn een bacterie. Waar is Willem? Hé, ik zie Willem nog. Waar? Hier ongeveer zit hij nu. Ter hoogte van die beetje het midden. Het zou leuk zijn als Willem nu terugliep naar ons. Het is wel mijn haar aan de hand. Ik wil hem nog een keer zien. Ik wil hem ook nog een keer zien. Ik ga hem missen. Ruben heeft een goede band met hem opgebouwd. We hadden ook een hamsterkooi kunnen kopen om hem te opvoeden. Ja, hij is wel lief. Nee, maar zouden Bobby en Noah pakken. Hij is nu hier. Dus als je hier loopt, ga je hem wel zien bewegen, denk ik. Wat een vieze beesten hier, zeg. Motten en alles. Die zijn hier echt gelukkig. Godver. Die kan hij lekker opvreten. Hallo. Ben jij op de vlog? Ben jij in de vlog? Mag dat? Oké, hallo. Ik kom net binnen bij die fansroomes. Van Ted Baker. En ik krijg nu een gin tonic. Moet ik kiezen? Oké. Ik denk frisse violetbladeren. Ja. Wow. Wat is dat? Oh, wordt het dan extra koud? Ja. Ted? Oh, je plukt het echt van de bloem. Tuurlijk. Allemaal voor de garnering. Cool. Ik zie je gezicht erbij. Dat doet het vast ook goed op mijn vlog. Alles voor de bloem. Nu is hij klaar, toch? Bijna. Top, dankjewel. Alsjeblieft. Dank u. Hallo jongens, ik was vandaag werken en daarna was ik naar het... Oh. Maar daar is ze eigenlijk weer. Gewoon 3 weken. Ik was naar een event, ik had het nog helemaal niet geopend. Ik was heel hungry. Hungry? Hungry. Ze is hungry. En ze ziet er natuurlijk weer. Eerst Rebecca. Zo blij met deze jurk. Ik moest wel allebei een lange aan. Ja. Ik kan nu niet mijn camera draaien. Yes. Hij plukte die bloem gewoon echt van de plant. Dus ik ben nu bij de fans van Ted Baker. En het is echt superleuk, want ze hebben de gin tonics gebaseerd op de mannengeuren. En ik heb een beetje met violet bladeren.
En je had ook kruidnagel en vanille en nog eentje. En hier zijn mensen. Hier ook. Hoi! En hier ook. Dit zijn de vrouwengeuren. Ik ga ze nu ruiken. Oh, je kunt het hier opspuiten. Het heeft allemaal een mooie vlog. Prachtige kwaliteit. Oh, deze is bijzonder. Hij is heel, zometeen ook, heb je deze? Ja. Hij is heel zeepig, vind ik. Ja, fris. Ja. Maar wel zoet ook. Best wel, ik heb dat nooit gerookt. Ja, het doet me wel ergens aan. Oh, maar niet. En nu gaan we naar de zwarte. Oh, ik leg er echt het kaartje erbij. Hallo! Hallo, daar is Charlotte weer. Hier is Charlotte weer. Hier is Christina weer. Ja. Ik probeer. Nou, leuk, hoe doe je dit? Wil je mijn vlog ook zo'n goede kwaliteit? Zo lekker. Goed beeldmateriaal. Yo! Ik ben zwart. Sabrina vertelt iets. Wie ben je? Ja. 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 Oud ben je? Ik ben Sabrina en ik eet altijd op events. Oké, okay, ik moet ook maar even zo. Okay. Oh, ik heb zo. Nee. Ik ga nu kijken welke ik het lekkerste durf. Ik vind die zwarte lekker. Ja, ik vind die zwarte, ik vind ze allemaal echt heel bijzonder ruiken. Ik heb ze allemaal nog nooit geroken, zeg maar, dat ik denk, oh, ik moet maar even denken. Nee. Ik weet niet meer, nu niet meer welke is. I'm eating a macaron, you? Een spekkie. Throwback naar vroeger. Lekker, hè? Oh, ik word uit die pot. Hallo! Tuurlijk, ik sta weer eten op de foto. Dat is echt leuk. Maar ik moet wel initialen komen erop. Ze mogen een mannenparfum en een vrouwenparfum uitzoeken. Hoe geweldig. We are all happy. Kijk hoe mooi. Die roze wil ik echt voor de verpakking alleen al. Maar ik ga voor lichtroze en voor oud. Ik stuk. Het plakte mijn gehemelte. Ik kan gewoon plakken. Het zeepje zit vast aan mijn gehemelte. Ben jij wat? Ik kan niet trouwen, het is zo groot. Ah! Zit er iets van koriander in? Munt, pittig, kino. Ik vind het wel. Heb je koriander? Ja, de hommel in je gang. Het is de hele zeebert aan mijn hemelte geplakt. Jongens, beste goodie bag ooit. Ik ben zo blij. Twee luchtjes voor Rupje en voor mij. Rupje. Hallo. Ik durf nooit te filmen. Oh, hallo. Ik zit hier met... Sabrina. Dit is pas de tweede keer dat we elkaar zien, volgens mij. Ja. Ja. En we zitten bij Kyoto, want Rebecca en Christina waren dus al eerder gegaan. Dus ik heb heel snel haar een DM gestuurd. Tuurlijk. Like, hey, wil je sushi? Of course. En we hebben echt de lekkerste. We hebben niet heel veel besteld. We hebben dit en ik heb dan nog sashimi. Dus best wel netjes, toch? Light safe. Ik ben zo aansteller, jongens. Kijk. Als ik dit zie, dat bruine stukje, dan lust ik het al. Sabrina wel. Topper. Chill, hè? Goeie keus? Ja. Jongens, het ziet er toch echt uit als een cocktail in Ibiza of zo? Amsterdam. Amsterdam. Kijk hoe lief. Kijk, ik krijg echt een cadeautje. Oh, nou, het is de vriend van Sabrina. Nu moet je je cadeautje unboxen. Oh, nee, nou, mijn vriend zou het echt verschrikkelijk vinden als ik dit zou doen. Ja, oké, ik stop wel. Bobby? 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 Hoi. Bobby? Bobby? Bobby. We gaan nu het cadeau aan Ruben geven, oké? Okay? Jij mag deze geven. Wow, eerlijk zinnig. Heel mooi. Ik ken het merk niet. Ik was ook verbaasd. Echt heel, heel origineel. Verder. Toen ik hoorde dat we er twee mochten uitzoeken, was ik heel blij. Ik hoop zo dat je hem lekker vindt. Hij is anders dan wat je normaal doet, maar ik kan niet missen. Iedereen vond deze ziek lekker. Hij is mannelijk, maar toch een beetje zoet. Het is echt niet vies. Het is nee, echt heel lekker. Maar je zou het niet kiezen. Ik zou hem zelf nooit gekozen hebben. Maar ik dacht, ik kies iets wat ik ook maar lekker vind. Hij is heel lekker gaat ruiken. Hij is heel lekker. Ik vind het wel leuk, hè? Ja. Schattig. Hey, lieve mensen. Goedemorgen. Ik heb al heel lang niet meer mezelf zo'n goedemorgen in de spiegel gezegd. Ik denk, ik zeg het even. Ik heb weer een broek aan, want het is niet warm. Ik vind het zo jammer, want ik merk dat hoeveel tijd het me scheelt sinds het warm is, dat ik jurkjes aan kan trekken. Heb ik klaar. Top van Primark, deze. Dit topje is van TK Maxx. Ik wilde altijd al zo'n soort basic top. Die had ik laten zien in pas ook shoplog, geloof ik. Die was echt super chill. En mijn Soko Calvin Klein kleine schoenen waar ik zo blij mee ben. Ik sta naar mijn werk. Ik moet nog even mijn haar borstelen. Ik heb 2% batterij. Dat is erg jammer, want ik wil vandaag op donderdag filmen. Ik even wat knutsels. Oké, jongens. We hebben hier met de klas echt super lief dit mooie boeketje gemaakt. Iedereen heeft een bloem geknutseld. Niet voor zichzelf. Maar ik had iets heel erg doms gedaan. Ruben was vanochtend al naar school. En net voor ik weg wilde gaan, slipte Noah onder het bed.
En het raam in de slaapkamer doe ik altijd open om te luchten, omdat ze toch niet in de slaapkamer zitten. Dus ik zat op de fiets en ik denk, oh nee, Noah is in de kamer en het raam staat nog open. En het woei zo hard, ik zag de bomen echt tekeer gaan. Dus ik heb Rubenstom en Els wakker gebeld, geappt. Of ze alsjeblieft mijn huissleutel wilden komen halen. Dus zij zijn hier naartoe gekomen en hebben in mijn huis het raam dicht gedaan. Wat echt kei lief is. Dus zei ik tegen de kinderen, zullen we iets moois voor ze maken? Dus we hebben dit boeketje gemaakt. Dus die ga ik dan leuk inpakken en vanmiddag naar ze brengen. En het is superleuk, want je maakt het dus gewoon met kreppapier en dan een nietje. En dan vouw je steeds een blaadje om. Tot je een bloemetje hebt. Nou jongens, ik ben thuis. Het is al over 6, hè. Ik was best wel laat van mijn werk weggegaan en ik moest even katten voorhalen. Gelukkig voor de katten die nog leven, dankzij Stom en Els. Duizendmaal dank. We hadden dus bloemen geknutseld, maar Ruben zegt dat ze dat niet leuk vinden. Dus ik heb het niet gebracht. Maar ik wil zoiets geven, want het was echt... Het is ook stom als jij, zeg maar, die vriend bent aan wie mensen denken. Maar zij waren die mensen aan wie ik dacht wie dat zouden doen. Dat zijn echt... Die zijn, staan altijd voor je klaar. Oké, hallo. Ik heb een pakketje. Ik hoop dat het Nars producten zijn, maar ik denk het niet. Want die had ik niet aangevraagd. Of wel, die had ik gespot op het event. Ik draag elke dag mijn Nars highlighter. Nou, vandaag heb ik niet zoveel. En het is het einde van de dag. Oh. Na, 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 na. Ik ben zo blij dat ik dacht, ik ga het niet krijgen. Anders had ik het gisteren wel. Wops, dat doe je. Je moet tegenwoordig weer heel erg kroederig. Oh. Oh, kitten. Oh, kitten. Oh, wat is er met jou? Oh, kijk, Bobby. Ruud, kijk. Liefje. Wat heb je toch met pakketjes van buitenaf? Wat heb je daar toch met kus, Bobby? Wat heb jij? Hij geeft nooit kopjes. Kijk. Dit pakket is echt... Leven. Nou, Bobby gaat weer raar doen. Welke producten heb ik ontvangen? Ik heb 3 producten ontvangen. Vanaf 1 juni 2018, oh, via Eva, dank je Eva, te koop bij Bijenkorf.nl en Bijenkorf in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Het is lekker in het zonnetje en het is inmiddels al 7 uur. De postbode is... Ik snap het niet, want er was dus al een pakketje gebracht. Maar dat is denk ik van een andere bezorger dan. Nee, die komt ook altijd via hem. Nog een pakketje van niks. En ik moet Cynthia toevallig weer mailen, omdat ik... Weer nieuwe make-up nodig heb. Echt nodig heb. Al mijn dagelijks make-up bijna was van niks. En het is allemaal op. Wat is dit voor kwast? Oh, een highlighter kwast. Ik heb toevallig net een highlighter kwast gekocht. Maar komt altijd van pas. Deze heb ik al. Dus daar ga ik iemand anders heel blij mee maken. Deze heb ik niet. Deze zijn echt nieuw. Highlighters. Heel benieuwd naar. Laat me weten of je deze ook wil zien. Want anders heb ik te veel swatch. Dus wil je deze geswatch zien... Instagram, als je het laat zeggen op Instagram, dan zie je het sneller, want dan kan ik het meteen doen. Wil je het in de vlog, dan duurt het even. Laat het me even weten. En deze allemaal. Oeh. Ik ben heel benieuwd hoe heftig ze zijn, want ik draag niet snel heftige kleuren op mijn lippen. Maar kijk. Ze zijn echt super pretty. Wowie. Ik ga nu even meteen een Insta-story ermee maken. Wow, wow, wow. Thank you, Nyx. Goedemorgen jongens, ik heb oorbellen in van mijn eigen shopje. Ik ben daar ben mee begonnen en ik heb gewoon een paar sieraden die ik heel erg leuk vind. Deze heb ik zelf in elkaar gezet, zeg maar. Ik vind ze echt super leuk. Het is weer warme kleren weer. Ik heb een leopard, hoe trek je het uit? Schoenen aan, blouse. Ik moet mijn haar nog even doen, maar ik moet weg. Dus doei. Hallo. Ik ga op vrijdag vaak vroeg weg. Vroeg niet hoe laat. Nu is het al over 6. Ik ben net 1 seconde thuis. Oh, het is echt weer wennen om spijkerbroek te dragen en zo. Ik wil het echt meteen uittrekken. Ik hou zoveel meer van jurkjes. Ik eet een boterham met kaas wat ik nooit eet. Vet voor kaas. Het is zo lekker. En ik heb pakketjes. Heel leuk. Dus die ga ik laten zien. Ik ga er nu ook zelf naar kijken. Voor het eerst in mijn eeuw kreeg ik weer een mail van House of Rebels. Wat ik heel erg had gemist. En ik vroeg meteen van, mag ik het ontvangen? Want ik ben gek op banaan. Dus ik ben heel benieuwd. Ik hoop al dat het vandaag zou komen. Leuk. Ik hou erg van banaan. Is dit wat ik... Oh, ik rook net iets lekkers. Dat is dit. Dit is een moisturizer voor normal to dry skin. En dit is... een body yogurt. Leuk. Ik had niet een samenwerking aangevraagd voor de body yogurt. Dat kon ik wel doen. Maar dan moest ik een foto op Instagram plaatsen. En ik wil geen flat lace meer. Maar wel voor mijn vlog vind ik het super leuk. Een badmuts. Hilarisch.
En dit is ook echt te cute. Ik ben trouwens heel blij, want ik heb eindelijk weer pakketjes in mijn weekvlog. Want ik had best wel lang geen pakketjes. Oh! Dit is bananensnoepjes milkshake. Het ruikt echt naar suikerbanaan. Echt die snoepjes. Hi allemaal. Nu kan ik het niet. Ik heb gisteren niks gefilmd. Hoezo ben jij niet op beeld? Ik wil niet op beeld. Zie je uit. Ik wil zeggen, ik ben op een verjaardag van mijn tante. Ze woont in Sherpa. En ze is 50 geworden, dus we hebben een heel feest hier. En ik ben hier met Mike en die heb ik echt 100 jaar niet gezien. Jullie kennen Suzanne wel, maar Mike niet. Mike is me gewoon een Nederlands nichtje. Hier is ze. Ze is erg fabulous. Maar ze wil dus nu niet op beeld. Dat had ik echt niet verwacht. Oh, we gaan nu eten zoeken. Ik heb een fruit en taartje. Heeft mama deze playlist gemaakt? Nee, het zijn Inger CD's. Oh. Even Mike, je wil echt wel op mijn beeld. Nee, echt niet. Nou. Hola. Ik wil dus foto's maken, maar ik heb echt al heel veel foto's met deze jurk. Dus eigenlijk is het niet zo leuk. Maar we zitten hier heel even. Oh, jij wil niet in beeld. Nee. Huh. We zitten hier even met het eten. Jammer, ik dacht dat jij wel een beeld zou willen. Ik hou zoveel van deze jurk. Wat vinden jullie? Kan je hier veel foto's mee maken met zo'n jurk of niet? Ja, in Heemstede, in België, in Laren, in Huizen. En nu woon je in Baarn. En wat zei je laatst? België vond jij het leukst. Want daar moest je een keer botten mee naar school. Deze lolly dus gekocht in Den Bosch, omdat ik er een leuke foto mee wilde maken. Ik heb er al één foto mee. Ik dacht, ik doe het vandaag weer. En Maaike die eet hem op. Dit is typisch mijn nichtje die ik nu al 2 jaar niet heb gezien, maar ze is geen steek veranderd. Volg haar maar even op Instagram, jongens. Vindt ze leuk. Ze wil niet op de foto. Het is tegenlicht. Het is echt heel vervelend. Het heeft helemaal opgegeten, terwijl ik hem niet eens heb gegeten. Eeuw, allemaal vliegen. En toen zat ik weer in de auto. Oh, ik dacht, ik ga even wat sushi eten op camera. Wat ik zelf weet doe. Ik wil zeggen, ik heb al mijn mascara eraf lopen wilken, maar ik heb maar 1 minuut geheugen, dus dat wordt hem niet. Nou ja, ik heb zoveel sushi naar video's, dus volgens mij worden sommige mensen ook blij dat ik het nu niet laat zien. Ik ga even laten zien wat ik heb. Ik heb dit. En dit kost maar 13 euro in Soest, Master of Sushi, super chill. En ik heb dacht dat ik 2 keer ebi mag en 2 keer zalm, dat vind ik het lekkerst. Dat ga ik zo lekker opeten. Mmm. Nu heb ik zin in sushi. Oké, met deze wijze woorden, ASMR, food, mukbang geluiden, sluit ik mijn weekvlog af. Bedankt voor het kijken. Tot in het weekend bij een nieuwe video. Hele leuke video. En anders tot volgende week, woensdag, met een nieuwe weekvlog. Doei!